3, 2, 1. Hallo kijkers van Shine Sprite, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Pokémon Omega Ruby Avatar Lock met Sander van Gaming SB. Hallo Sander. Hallo. Nee, ik kan het gewoon niet meer. Hij is zo lastig. Oeh, donker. In de grotto. Oh, wacht. Jij bent ook in dat deel? Ik ben ook in een deel waar ik niks kan zien. Echt? Ja. What the fuck? Hoe snel ben je gegaan dan? Ja. Raar. Valspelerij. Nee, dat zou ik nooit doen. Dat zou je altijd doen. Zit je nou te zeggen dat ik mijn verslaving hoog houd? Of wat bedoel je? Nee, daar doelde ik niet op. Maar dat is inderdaad wel een goede reden waarom dit gebeurt. Maar moet jij dan ook die strengblokken verslepen? Ik ben net de trap afgelopen. Ah, ja, what the fuck? Dan heb je denk ik trainers ook overgeslagen, of niet? Ik heb er één verslagen in deze grot. Oh ja, ik heb wel meerdere. Ik zie oprecht niks. Dat is waardoor het fout ging waarschijnlijk. Volgens mij is dit ook het verkeerde dingetje. Want ik kom niet verder. Oh. Dus ik denk dat jij wel verder bent. Ik heb zo twee van die stenen en als je die op de goede manier doet, kan je dan langs, zeg maar. Maar moet je dan naar onder of niet? Nee, je moet eerst die bovenste steen moet je naar links duwen en dan die andere steen naar rechts en dan kan je er langs. Heb ik het nou verkeerd omgedaan? Bovenste steen naar links? Ja, ik zou er gewoon even de trap op en de trap af, dan is alles gereset. Nee, maar wacht, dit heb ik gedaan. Bovenste naar links, onderste naar rechts. Ja, en dan kan je er langs. Ik weet niet meer wat links en rechts is. Ook logisch. Maar... ja, dat kan ook nog. Ja, de brightness van mijn scherm staat denk ik echt te laag voor deze grot, want ik zie echt geen donder. Ja, ik zie het ook heel slecht hoor. Heb je ook flash in deze game? Of, Ja, die is er volgens mij wel. Oh, ja, oké, ik ben nu ergens. Oké, ik zie een trap ergens in de ooghoek. Daar zijn ook twee boulders. Maar ik denk dat hier een item is hierboven. Ja, ik denk dat ik die trap op moet, of niet? Uiteindelijk wel, ja. Aan de rechterkant van het scherm is dat. Toch? Of niet? Ja, kan wel. Kan wel. Daar hebben we weer. Volgens mij meer in het midden, maar... ja, kan ook hoor, want ik zag wel een touwbruggetje. Oh ja, het is in het midden inderdaad. Met zo'n oude vrouw die daarvoor staat. Ja, die vecht ik nu. Hitmontop gaat neer. Ja, ik moet ook tegen helemaal top. Dan zijn we op dezelfde plek. Zijn we dus echt op hetzelfde punt. Dan heb je wel een aantal trainers overgeslagen. Dat is op zich niet erg, want je hebt al hoge sap Pokémon. Ja, dat was... alleen hang niet, maar... ja, ik kan hem voorop kunnen zetten voor deze Hitmontop, maar... oh, een tro? Is dat niet een Gen 5? Oh, hang natuurlijk niet eens bij me. Haha. Funny story, je laat Jos bij je van Fly zeker. Ja, en Waterfall. Slim. Of heb ik die niet nodig in deze cave? Dat weet ik niet, dus het is slim dat je hem mee hebt genomen. Nou, toen ik binnenkwam, toen zag ik ook al Waterfall. Dus ik denk, oh... die heb ik wel nodig. Ik heb geen idee wat ik tegen Tro ga doen. Ik heb een Earthquake gedaan, werkt best goed. Moet ik eerlijk zeggen. Ja, maar ik heb één Pokémon, Earthquake, maar dat is een ijs-Pokémon, dus dat doe ik maar niet. Oh ja, de trap zit. Wauw. Oh, licht! Oh, nog nooit zo blij geweest om licht te zien. Nou, ik heb wel oudere games gespeeld waar je echt niks zag, hoor. Ik vond in Gen 1, zeg maar, die ene grot, die Mount Moon, dat vind ik een kut grot, zeg. Bedoel je niet Rock Tunnel? Ja, Rock Tunnel bedoel ik. Dat is naar Lavender Town. Ja. Die is ook kut. Ik wist hem dus een tijdje uit mijn hoofd, doordat ik gewoon, heel veel Gen 1 speelde. Dat. En als je Flash gebruikt, dan zie je wat je moet doen. Als je dat dan probeert vervolgens een keer zonder Flash, dan is het op zich wel te doen, want je weet ongeveer hoe je moet lopen. Ja. Alleen, nu zou ik dat echt niet meer kunnen. Nu raak ik denk ook echt verdwaald. Ja. Ik weet het eerste stukje, maar ja. Je moet de hele grot door en niet alleen het eerste stukje. Nee. Ja, heel handig, maar... Nee, Sander, jij hoeft alleen maar het eerste stukje te doen.
Probeer je nu te zeggen van ja, jij gaat toch wel dood? Nee, dat probeer ik helemaal niet. Dan snap ik niet wat je bedoelt. Moet je weer... Nee, het was ook maar een grapje. Ik zei van, jij hoeft alleen maar het eerste stukje te doen, omdat je die wel kent. Oh, we zijn er volgens mij al... Ik snap het al bijna, joh. We zijn er echt al bijna. Het is echt een makkelijke... makkelijke Victory Road. Net als die van Johto, die is ook heel makkelijk. En heel kort ook. Johto kan ik me eventjes zo gauw niet meer herinneren. In Johto moet je toch... Heb je toch dezelfde Victory Road als Kanto, of niet? Nee, volgens mij niet. Nee, Johto is echt een hele korte Victory Road. Die is niet hetzelfde als Kanto. Oh, rip. Nee, grapje, maar Gerrit is op 3 HP. Hij is niet helemaal dood. Ik, weet je wat? Stuk maar. Je hebt genoeg gedaan voor vandaag. Ik vind het wel weer mooi geweest. Ja, precies. We verslaan deze gast wel eventjes. Dus met die jam met surfje. Oh, ja. Avoid it. Ja, nu ben ik boos. Oh jee, zo, hij is boos. Nu is hij dood. Oh. Kijk, dat is wat ik wil zien. Ik weet niet zo heel goed of ik nou omhoog moet die trap op of naar beneden moet. Ja, nou, je had een beetje hetzelfde als ik. Alleen ik wil eigenlijk niet naar onder. Het is waarschijnlijk weer donker. Hey, een Gobbit. Cool. Oh, kut, ik ben nog op 3 HP. Ga ik eerst Hyper Potion of ga ik proberen te... Als hij... ik zou niet proberen te runnen, want als hij Mean Look doet, dan kan je niet switchen. Oh, ja. Goed punt. Je hebt me overtuigd. Ja, Zwift. Ik dacht ik help je even. Ja, ja. Het is ook geen versus of ketelok, hè? Dus nee, dat mag ook. Ik waardeer het altijd. Ook in versus en ketelok, maar... Mm. Oké, Gorbet gaat wel dood van een rock. Slide. Famous last words. Hij ging niet dood van een rock slide. Niet? Ik ben 10 levels hoger. Kom op, Gorbet. Dan maar Asian Power. Hey, je had gelijk. Hij deed het wel iets later dan dat jij zei, maar... Oh. Hij deed het wel. Hij doet niet alleen Mean Look, hij is ook gewoon gemeen. Dat klopt, ja. Ja. Heel kijk, leuk, mijn Latias die kan nu telekinesis leren. Maar hij kan geen telekinesis leren, want hij heeft allemaal HM's geleerd. Oh, oef. Dus ze vragen heel mooi van, ja, wil je dit? Ja, ik zou best willen. Weet je zeker dat we naar onder moeten, naar dat donkere spul? Ik denk het wel, eerlijk gezegd. Want anders zouden ze het niet donker maken. Meestal doen ze dat on purpose, zeg maar. Oké, die twee Ace Trainer, die dubbel battle, die kan ik wel. Ja, die kan ik wel gebruiken. Dat heb ik ook gedaan. Nu moet ik tegen Expert Theodore. Of moeten we naar links? Ik ben naar links gegaan. Dan ga ik naar onder. Oh nee, dit is fout, denk ik. Of niet? Oh, DM'tje. Psychic? Echt? Ja. Oeh, die... Ik zou misschien toch eventjes naar onder gaan als je een... Ja. Ja, voor Psychic wil ik dat wel, ja. Ja, dat snap ik wel. Oei, retaliate. Oké, ik leef nog. Hey, Golbat, de kaartje. Dankjewel. Asian Power. Ja, ik ben wel gepoisoned, dus het is een beetje een risky play, maar ik denk wel dat we One Hit KO. Met Asian Power. Is Asian Power minder goed dan Rock Slide? What the fuck? Ja, Rock Slide is beter. Ik dacht dat Asian Power beter was. Had ik nu maar Rock Slide gedaan. Doe maar Swift, joh. Doe dat maar. Ik vind toch wel. Ik denk dat Psychic nog best wel handig gaat zijn straks in de Pokémon League.
Ja, ik ook. Het is alleen jammer dat ik mijn dingetje niet bij me heb om die te trainen. Ik had beter eventjes een hooglevel Pokémon weg kunnen doen. Mag ja, goed. Misschien wel. Maar goed. Let's go. Ik heb echt geen idee of ik goed ga. Verslaan. Ik heb echt geen idee of ik goed ga. Ik heb nou weer spijt dat ik heb gezegd dat het niet zo moeilijk Victor Hero was. Ja, snap ik. Linda Bandit. Oh, fighting tegen fighting. Nou, dat wordt gezellig. Eerst maar een close combatje en daarna zien we wel. Oh, hij doet bulk up. Oh, nee. Spannend. Dood? Nee. Op zich. Strength dan maar. Doet hij nou encore? Ah, nee. Oeh, een double battle. Ah, ja. Hij deed endure. Nog erger dan encore. Dan blijft hij op 1 HP leven. Wat dat nou? Oef. Ah, op zich is het niet erg. Deze gast is zo dood. Gerrit level 50. Woep woep. Lekker Gerrit. Die gaat natuurlijk geheid. Ik weet niet waar ik naartoe ga. Oh, ik zie hier een boulder. Ja, ik weet echt niet waar ik naartoe moet hoor. Hij kan dan wel makkelijk zijn volgens jou, maar ik denk er anders over. Nee, ik ben daar al op teruggekomen. Oh ja, ja, klopt. Niet zegt. Dit gaat een heel moeilijk gevecht worden. Ja. Oh, ik leef nog. Oh, kut, dat is ook een boulder. Ja, dat had ik niet gezien. Heb ik hem nu voor het gat geschoven? Ja, ik zag niet dat daar een boulder zat, joh. Oh, dat zit wel, man. Dat is sowieso fout. Welke kant ik nu op ga? Golbat, kun je alsjeblieft, hoe heet dat? Oprotten? Doodgaan? Ja. Struggles van een Pokémon leven. Dit is echt een moeilijke vraag. Wat is dit voor raar superheld? What the fuck? Ja, echt hè. Ik ben een Dragon Tamer nou. Je ziet er meer uit als een wannabe Superman of zo. No offense hè, als je dat wil zijn. Helemaal top. Maar deze man gaat wel echt iets te ver. Met zijn Kingdra. Als dat je Dragon-type Pokémon is, dan ja, zou ik een andere genomen hebben, laat ik het zo zeggen. Oh, die allemaal, Primeape is zo kut. Primeape, wat? Wat? Ja, ik moet tegen de Primeape. Nou, dat weet ik nog niet. Oké, moet ik nu dat water... Oh, hier zijn toortjes. Dan kan ik licht zien. Oh, prachtig dit. Prachtig. Dan ben je volgens mij bijna bij de double battle waar ik ben. Ja. Je moet sharnen. Hier zijn wel twee double battles. Ik weet niet of jij hier bent, maar... Hij had een Primeape, zei je, hè? Ja, Primeape en Musharna. Ja, ik weinig aan doen. Musharna, welke is dat? Dat is zo'n psychic type uit Gen 5. Oké. Let's go! Ik kom jullie halen! En ik maak jullie helemaal kapot. Oh ho ho, doe eens even rustig. Deze mensen mogen echt. Oh, dat is die Dream Eater Pokémon. Ja, nu ik hem zie, denk ik. Oh ja, die had ik wel kunnen kennen. Oké. Surf Super. Oh, Rock Slide, dat ga ik natuurlijk Geogro niet. Stone Edge. Smackdown, ja, op de vloer. Oké, Primeape is eindelijk dood.
beter eerst ook focussen op Primeape. Nee, niet avoid the Primeape. Dat voeg ik je niet te doen. Cross job, dat is effective. Dat is eng. What the fuck doet die Primeape? Hoezo kan die Primeape alles avoiden? What the fuck? Doe normaal, man. Die Primeape is een coole boy. Wat deed je voor aanval? Goeie vraag. Stone Edge. Nou, dat is logisch. En Rock Slide. Yeah. Dat is minder logisch, maar op zich kan ook wel. Maar waarom? Omdat het, ik wil hem gewoon snel dood hebben, want hij is perfect voor mijn Geogirl. Snap ik. Maar ja, zo werkt het hele leven helaas niet zonder. Ze teamen ook echt mijn Muddy alsof het een gevaar is voor ze. Dat is het ook, maar... Ja, precies. Misschien dat ik hem moet een Mega Evolve brengen nu. Heeft hij dat niet gedaan? Wat een loser. Oh, dat was een crit. Oké. Critte die, Ja, mijn Geogirl. Hij leeft nog. Oké, laat ik eerst met deze Mega Evolve Rock Slide doen. Oh, je kan nog wel X-Scissor halen met Waterfall straks. Oké. X-Scissor is best een nice aanval. Ja, ik weet niet of iemand die kan leren, maar... Oké, Mega Swampert, let's go. Oké, ik ga tegen Wally. Rockside, kom op, maak één van de twee in ieder geval gewoon dood. Yes. Dit is mijn girl Wally. Ja? Ja. Cool. Heavy Slam. Dat klinkt echt als een goede aanval. The more the users outweighs the target, the greater move power. Wat? Ja, dus als jouw Pokémon zwaarder is dan de andere, dan doe je veel meer damage, zeg maar. Hardyama is wel ziek zwaar waarschijnlijk. Dus. Mm-hmm. Aan de andere kant, ik wil Close Combat en Wake Up Slap niet. Oh, echt een epische battle dit tegen Wally. Vette achtergrond, vette muziek. Ja, dat ga ik straks ervaren, denk ik. Hoe ga ik nou weer een Magneton verslaan? Ik heb geen idee hoe ik die Magneton ga verslaan. Ik denk dat ik maar gewoon in de bed kleden blijf. Ja, dat is een tactiek. Rockslide, yes, niet voided. Goed zo, monsieur. Hij crit me. Wauw. Kom op, flinch hem. Misschien dat ik ook meer Hyper Potions moet kopen. Ik heb er nu nog 9 en ik moet echt wel eventjes mijn Pokémon's healen. Oké. Misschien eerst even healen voordat ik Pokémon Battle inga en een dingetje moet wasten. Snap ik. Goed over nagedacht. Oké, Roselia. Hey, what the fuck? Volgens mij krijgt mijn Gerrit geen poison damage. Welke Pokémon is Gerrit? Slugma. Macargo. Macargo, oké. Heeft hij licht aan zijn ability dan ofzo? Nee, want hij heeft Magma Armor. Holy damn, ja. Dit ziet er vet uit. Ik ben nu buiten. Ja, dat is mooi hè? Ja. Ja, dat is mooi. Oké, Waterfall, let's go. Nee, dan moet je wel op yes drukken, Sander. Kom op. Sander, je kan het. Ja. Ik geloof me. Oh. Ik kan op yes drukken. Wat is dit voor geweldige tactieken die ik gebruik? Alleen ik kan het ook, hè. Niemand anders kan dat. Sowieso. Mm-hmm. Ja, dat is de power van Sander. Oh, je kunt wel zonder waterval naar beneden. Of... Nee, dat komt omdat je net waterval hebt gedaan, denk ik. Ah.
En misschien omdat ze dan ervoor zorgen dat je, als je per ongeluk je Pokémon wegdoet of zo. Want je kan hier kiezen of je je Pokémon je party wil als je een nieuwe vangt, zeg maar. Mm. Dat je daar niet vast zit, zeg maar. Ja, oké. Oké, geleed. Ja, wel. Ik ga je helemaal kapot maken, hoop ik. Oké. Hij heeft een Mega. En een Altaria. Oké, Altaria is op zich wat te doen. Ik weet niet hoeveel PP mijn Rock Slide nog heeft. Maar... 5. Nee! Ik had moeten Mega Evolven. Sad. Oké, hij gaat denk ik... Oké, op zich hij is helemaal niet. Hij gaat nu Mega Evolven, denk ik. Ja. Mega geleed. Oeh, Psycho Cut. Wacht, dit was fucking dom wat ik deed. Oh, nee. Ja, dit was mijn eigen schuld. Hier was ik fucking dom. Oké, ik ben een Pokémon kwijt. Ja, Fireplume is dood. Oh, deze muziek is wel echt goed, inderdaad. Oh, hij doet Swords Dance. Dit gaat echt niet goed aflopen. Hij is geparalyzed. Sorry? Ik heb hem geparalyzed. Nice, en hij is ook nog. Hij blijft ook nog geparalyzed. Oké, dat is. Oh, ik heb hem echt gewoon geklutcht, jongen. Echt. Hij was 3 keer achter elkaar geparalyzed. Dus ik heb gewonnen. Alleen ik ben wel Fireplume kwijt. Dat is wel een beetje jammer. Oef. Yes. One hit KO. Lekker, Macargo. Hey, dat rijmde. Hey. Dat is mooi. Lekker bezig. Oh, en de... Oh nee, de lead sheet is niet meer. Magneton. Ik Ground moet Mive Levitate zeker. Ja, misschien heeft hij Sturdy. Daar hoop ik dan maar op. Ik moet het denk ik met 5 Pokémon's gaan doen, de Pokémon League. Want ik... Meen je dat? Ja. Ja, want ik heb geen andere Pokémon die hoog level is, zeg maar. Ja, dat is balen. Ja, je kunt een laag level gewoon meenemen. Ja, om te op te offeren als het nodig ja. is ofzo. Flash Cannon? Nee! Wie is dat? Ik dacht al, Flash Cannon is natuurlijk super effectief. Geogirl. Big oof. Ja, dit was misschien ook niet slimste. Wat doe ik nou? Nu doe ik Muddy. Oh, wacht. Die is ground, hè? Water. Of is het rock water? Muddy water is wateraanval. Nee. Nee, ik bedoel, is Muddy. Oftewel Swampert. Water ground of rock. Oh, heeft die Sturdy me toch nog genaaid. Als ik geen Sturdy had, dan had ik mijn Geo-dinges nooit verloren. Tja, het is niet anders. Nee, helaas. Als jij zometeen in het gebouw bent van de Pokémon League, zeg maar, dan moet je het even zeggen, dan doen we daar de aflevering bij eindigen. Oké. Telkitty, wat is dat nou? Wacht, als ik nu switch, blijft mijn Muddy dan een Mega Evolution? Nee. Kan ik dan opnieuw Mega Evolution doen? Nee. Dan ga ik niet switchen. Ik heb nog nooit een game gespeeld met Mega Evolutions dus, hè jongens. Dus, dat is waar, ja. Ik zit ook nog te denken van, oké. Dark Pulse. Wacht, nee, ik heb... Ik had ook kunnen denken, ja, ik kom er vanzelf achter. Maar ik denk, nou, als ik toch de kans heb om het te vragen, dan vraag ik het gewoon eventjes. Ik denk Surf voor de step. En Ground is denk ik... Mega Glade, oké.
Ja, Ground is trouwens ook neutral geweest, dus dat maakt niet zo heel veel uit, maar goed. Close combat. Oké, okay, dat doet niet heel veel. Oh, ja, ik ben eventueel zometeen klaar voor de Pokémon League, maar die wil ik tegelijk met jou beginnen, dus ik wacht. Ik ook, ik moet straks eventjes wat healing items kopen. Gallade is neer, dus dat is mooi. En neem me nog even naar de Pokémon League toe lopen, zeg maar. Pokémon League. You've lost. Hey, ik heb een Pokémon verloren, Wally. Niet zeuren. Ja, maar ik heb er 5 verloren. Boeien. Je hebt de Nuzlocke sowieso verloren. Dus. Ja, wat ik niet, maar ik mis nu wel een belangrijke Pokémon. Waardoor ik de dinges nu kan verliezen. En ik heb geen goede Pokémon. Ik heb ook geen goede coverage voor Geodude, denk ik. Of Geodude. Graveler. Graveler. Nee, ik zei het niet. Maar goed, ik zeg ook geen Spykick. zo klinkt het meer als een fighting type move. Yeah. Spykick. Ik kan het ook gewoon niet. Ik wou gewoon. Hey, ik ben erin. Hier. In de Pokestop. Ja, dan gaan we de aflevering beëindigen. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor het kijken van deze aflevering. Vond je dit nou een leuke aflevering? Doe dan een duimpje omhoog. Vergeet zeker niet te abonneren op het kanaal van onze grote vriend Sander. Want hij doet nu een Pokémon Black Nuzlocke met Masterlocke met allemaal challenges. Hey, eventjes. Je weet niet of ik die nog doe. Misschien heb ik wel verloren. Maar ja. Wij nemen dit veel eerder op. Dus Klopt. Dat klopt. Iedereen heel erg bedankt voor het kijken. Adios, amigos. Sander, ik zit even te kijken.